Hallo en welkom weer bij een nieuw weekvlog. Weekvlog nummer 23. Het is zaterdag en het is alweer lekker warm buiten. Maar vergeleken met voorgaande dagen is het nu gewoon lekker warm buiten. Het is niet zo dat als je naar buiten loopt dat je gelijk loopt te stoppen in je panty van het zweet. Praat voor jezelf. Ja. Yeah. Heb je panty wel aangetrokken dan? Huh? Ik stop altijd in mijn panty. Lekker hoor. Ben je aan het doen? Lekker mezelf even aan het insmeren. Lekker, voor je jasses. Op zo'n jasses, ja. Dat is geen zonnebrand. Voor zijn jasses. Nou, dat kun je wel gebruiken hoor. Want ik heb even een rondje gelopen, maar ik voel me toch aardig op mijn armpies. Maar goed, nieuwe weekvlog. Waarin we jullie natuurlijk gewoon weer gezellig meegenemen in al onze belevenissen van deze week. We zijn lekker vroeg. Voor Dennis doen al helemaal vroeg op een dag dat hij vrij is. Anderen denken ook echt van vroeg. Huh? Het is net over 12 in de middag. Maar ja, dan komt Dennis net een beetje tot leven. Maar ik had zoiets van, joh, we kunnen ook gewoon gezellig eventjes samen de hort even op. Lekker even ergens lunchen. Dus dat gaan we straks lekker doen. Vanavond gaan we ook gezellig de hort op. Dan gaan we naar de vriendin toe, dan gaan we mee eten. Dus het is weer een lekker vrijdagje wat dat betreft. Maar dat is ook wel weer lekker en gezellig. Dus kunnen we ondertussen ook nog lekker even genieten van het mooie weer. Peppe, je loopt met de kriebel aan mijn benen, Mitchie. Peppe liep tussen mijn benen door. Nou ja, het is vandaag dus heel mooi weer. Morgen schijnt het ook nog wel mooi weer te zijn. En vanaf dan schijnt het wel weer wat minder te gaan worden. Maar goed, we gaan het wel per dag zien wat het weer gaat brengen. We kunnen er toch niks aan veranderen, dus we hebben het maar te nemen zoals het is. Wij gaan dus zo direct even de hort op. Ook gelijk even boodschappen doen. Lekker even ergens lunchen. En dan zien we verder wel wat we met onze tijd nog thuis gaan doen als we weer terug zijn. Dan gaan we daarna. Nou, dan helpt het dus naar vrienden van ons om lekker te eten. Dus ons dag is wat betreft wel lekker gevuld. Dus, ik zal vandaag niet heel veel vloggen. Het zal morgen misschien weer een beetje gaan gebeuren. Maar goed, dat gaan jullie in ieder geval allemaal wel zien. Mocht jij nu voor het eerst deze video kijken en in aanraking komen met mijn kanaal. Van harte welkom, hartstikke leuk. Dan zou ik het ook heel erg leuk vinden als je gaat abonneren op mijn kanaal. Vooral als je niks wil missen, dat doe je door gratis en voor niks op de abonneerknop te tikken hier beneden. Dan ben je automatisch abonnee, er zijn geen kosten aan verbonden. Maar mij maak je er heel blij mee als je je gaat abonneren. Als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. En als je daar dan op tikt, dan zegt Dan altijd... Tik, tingelingeling. Ja, en dan krijg je in het vervolg een melding als er een nieuwe video online komt. En dan blijf je dus lekker op de hoogte met alles wat zich afspeelt op mijn kanaal. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, geef hem even een duim omhoog. Doe dat op alle video's, want dan gaat het algoritme van YouTube lekker aan de slag. Dan worden mijn video's op allerlei andere plekken ook nog aanbevolen. En dan gaan er steeds meer mensen mijn kanaal ontdekken, waardoor mijn kanaal ook nog steeds blijft groeien. En ook daar maken jullie mij heel erg blij mee. En laat ook gewoon gezellig weer eventjes een reactie achter onder deze video, want die vinden wij ook altijd erg leuk om te lezen. Ja hoor. Heb jij weer wat te lezen in bed ook? Ja, heb ik weer wat te lezen in bed. Ja. Dus, dat. En, laat ik zeggen, hoe heet die leden die abonnement hebben? Of noem je dat die... Dat zijn kanaalleden. Oh, kanaalleden, ja. Ja, die zijn betalend abonnee. Oké. Okay. Ja. Word nu lid voor meer exclusieve video's. Van mij. Oh, dat zijn andere kanalen. Nee, vergeet dat. Dat zijn andere kanalen, niet YouTube. Dus. Alsof ze daarop zitten te wachten. Maar toch, het streelt mijn... ego. Maar zit mijn ego hier trouwens? Ik weet niet waar mijn ego zit, maar het streelt mijn ego. Ja. Goed. Kom, we gaan. Marcia is weer helemaal happy. Ja. Marcia likes Dennis boobs. En Marcia? Goed. Okay. Lekker begin weer voor het vlog op deze manier. Dat wordt geen thumbnail. Als je dat maar weet. Wat is een thumbnail? Dat is het plaatje wat je ziet naast de video. Ja. Als je daar dan op tikt, dat noem je de thumbnail. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik ga jullie in ieder geval weer heel veel plezier wensen met het kijken van dit weekvlog. Er zal wel genoeg ongein weer komen, want Dennis die heeft het duidelijk weer op zijn heupen. Die is bevangen door de heer. Ik heb 4 ochtenden gehad. Nu ik heb 6 avonddiensten volgende week, dus we hebben geen tijd. God. Ja. Dan stel ik slavendrijvers daar al zeg. Ja. Dus Dennis komt weinig in het vlog voor, dus dan gaan we dit weekend maar even flink filmen. Dan hebben jullie in ieder geval jullie dosis Dennis weer gehad. Ik weet niet hoe het loopt natuurlijk allemaal. Nee, we gaan het wel zien. In ieder geval heel veel plezier met het kijken van dit weekvlog.
Pak wel lekker je brei of haakwerkje erbij. Of waar je ook mee bezig bent. Laat het ook eventjes weten in de reacties. Waar je mee bezig bent. Wat doe je zo al tijdens het kijken van een weekvlog. En dan ja, laat je gewoon weer lekker verrassen. Plof lekker neer. Pak weer even lekker je moment van ontspanning. Met een kopje thee, kopje koffie. Frisje erbij of wat dan ook. Of lekker aan de borrel. Dat kan natuurlijk ook. Geniet lekker van alles waar we jullie in meenemen. En ja, wij gaan wel weer zien wat deze week gaat brengen. En we waren weer thuis. We hebben een geslaagdmiddagje wel gehad eigenlijk. We hebben lekker zitten lunchen. Vervolgens hebben we echt giga geshopt. Of tenminste, ik heb giga geshopt. Ligt eventjes een hele stapel met nieuwe kleren, sokken, onderbroeken. De Bristol had enorme uitverkoop. Reden is alleen een beetje minder leuk natuurlijk. Want ja, ze schijnen al in zwaar water te zitten. Het vragen ze ook nog maar of de winkels open kunnen blijven. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, voor onze portemonnee is het wel weer leuk. Want je kunt dus op een hele leuke manier flink wat kleding shoppen. En ik kon ook wel weer wat nieuw spul gebruiken. Dus daar heb ik ook gretig gebruik van gemaakt. Dus daar ga ik straks eventjes alle labeltjes en dingetjes van afhalen. Zodat het allemaal de kast in kan. Zijn we bij de Action geweest. Omdat ik daar ook nog eventjes wat dingetjes nodig had voor toekomstige video's. Maar Dennis kon het niet laten. En die heeft nog even leuke tuinverlichting gescoord. Drie van deze grote lampen die gaan in de voortuin. Dat zijn van die solarlampen. De postbezorgers hier bij ons in de straat die vonden het nodig om af en toe eventjes een lamp kapot te trappen. Omdat ze gewoon niet opletten waar ze liepen. We hadden al van dit soort solarlampjes voor in de tuin staan. Maar die waren eventjes een slagje kleiner. En er zijn er dus gewoon echt meerdere van kapot getrapt. Gelukkig wel weer vergoed gekregen via de post ook. Want we hebben er gewoon een klacht over ingediend. Dus het kostte niet de hoofdprijs, maar even goed. We hadden wel zoiets van, ja, leuk dat je ze kapot trapt. Maar ze liepen vervolgens door en hebben nergens melding van gemaakt. En dan heb ik zoiets van, ja, hallo, je maakt wel eventjes iemand anders zijn spullen kapot. Mag je wel even een excuus voor aanbieden? Dus daarom hebben we er een klacht over ingediend. En uiteindelijk ook een vergoeding voor gekregen. Dus dat is even goed wel netjes afgehandeld. Maar nu hadden we zoiets van, joh, misschien helpt het als we even wat grotere lampen gaan aanschaffen. Die vallen misschien eventjes wat meer op ook. Geven ook meer licht af. Dus dan kunnen ze eventjes iets verder van het pad zetten. Dus daar hebben we een aantal van aangeschaft. En Dan had ook zoiets van, in de achtertuin mag ook nog wel een beetje vrolijk licht erbij. Dus we hebben nog twee doosjes met deze leuke solar lampionnetjes gekocht. Dus daarmee krijg je allemaal verschillende leuke lichtjes. En er zit dan ook zo'n solar dingetje in. Dus die kun je dan gewoon eventjes in een plantenbak prikken. Kan het mooi opladen en dan s'avonds hebben we gewoon leuke lichtjes. Dus misschien dat we die dan over de schutting heen gaan hangen. En misschien eentje aan de overkapping hangen. Of misschien aan de andere kant van de schutting nog wat ophangen. Maar ik ben in ieder geval weer lekker geshopt. Dus dat is wel weer geslaagd geweest deze middag. Het was ook echt gigadruk. Maar ik kwam er ook achter van, oh ja. Het is vandaag ook Indian Summer Festival hier bij ons. Dat is op Geesmarambacht op het evenemententerrein helemaal achterin. Dus daardoor was het ook best druk hier. Maar goed. Ook wel weer gezellig. Het is inmiddels alweer 4:50. Dus ik ga eventjes de kleding ontdoen van alle labeltjes, stickertjes en dingetjes en dat soort dingen. Zodat ik het allemaal netjes in de kast kan gaan ophangen. En dan gaan we ons gereed maken om naar onze vrienden toe te gaan in Den Helder. Dan gaan we lekker even een hapje eten. Even gezellig bijkletsen en doen. Dus gewoon even een gezellig avondje voor de boeg. Dus ja. De zaterdag is wel lekker besteed zo. Dat is gewoon, ja, lekker relaxed. Niks moet, alles mag. Lekker weer een voorraadje geshopt aan kleding en zo. Dus kunnen we ook uiteindelijk weer eventjes wat opruimen ook. Dan kan dat weer in zo'n kledingbak gedaan worden. Want dat gooi je natuurlijk niet in de vuilnisbak. Dat gaat gewoon in een kledingbak onder het mom van recyclen. Dus ja, dat. Ik ga alles in orde maken. En dan gaan we ons voorbereiden op onze reis naar Den Helder. En zit de zaterdag er op die manier ook gewoon weer lekker op. Het is gewoon een lekker begin van het weekend op deze manier. Zo, hallo op deze late zondagavond. Het is inmiddels alweer 11 uur. Eigenlijk voor een mooie iets te laat. Want ik had het plan om eventjes op tijd naar bed te gaan. Want morgen moet ik weer voor een CT-scan naar het ziekenhuis toe. Want het is inmiddels alweer langer, inmiddels alweer, als een jaar geleden dat ik onder het mes ging.
ook een jaar geleden dat ik niet zo'n leuke diagnose natuurlijk toen kreeg. Maar gelukkig verder geen ellende eraan overgehouden. Maar het wordt weer tijd voor mijn check-up. Ik heb begin januari goede uitslagen gekregen. Maar we zijn nu weer een halfjaartje verder. En dat is het controletraject voor de eerste 2 jaar om het half jaar. Controlemoment. En na die 2 jaar gaat het 1 keer in het jaar gebeuren. Vind ik zelf natuurlijk wel heel erg fijn. Vanwege natuurlijk de ellende allemaal. En morgen is het dus weer tijd voor mijn CT-scan om 8 uur. Morgenochtend ga ik erin. Voordeel is wel weer, je hebt wat aan je dag. Heel wat aan je dag, maar goed. Dan is het vervolgens wachten tot 12 juli. Want dan ga ik weer terug naar de uroloog. En dan krijg ik alle uitslagen weer. Bloed is al een tijdje terug geprikt. Het was ook nodig om mijn nierwaardes te controleren. Want anders, als die afwijkend hadden geweest, had ik de CT niet ingemogen vanwege de contrastvoerstof die je er ook bij krijgt. Maar dat was voor de rest prima allemaal in orde. Bloeduitslagen waren verder ook gewoon goed. Want ik ben ook niet vervroegd opgeroepen of wat dan ook. Dus dat betekent dat de tumormarkers ook mooi stabiel zijn gebleven. Dus niet zijn gestegen. Dus dat is heel erg fijn. Ja, als die gaan stijgen, dan is er toch wel ergens een tekentje waarschijnlijk van dat er iets aan het groeien is wat niet moet groeien. Dus het is in ieder geval heel fijn dat dat niet het geval is. Maar goed, morgen dus de CT-scan door. Wachten tot 12 juli voor alle uitslagen. Dus dat is ook weer eventjes dat je denkt van, leuk. We zitten al in een vreselijke periode natuurlijk met alles wat zich afspeelt momenteel rondom mijn moeder natuurlijk. En dan zit je zelf ook vooral ook nog in zo'n traject. Dat je echt denkt van, joh, kan er ook wel bij. Dat was toen ook, net dat mijn moeder opgenomen werd in de hospice, dat ik werd gebeld door de uroloog. Dat ik in eerste instantie ook echt dacht van, uroloog. Mijn moeder is helemaal niet bij de uroloog geweest. Dat ze ook zeiden, ja, maar meneer, we bellen voor u. Dat ik denk, oh ja, ik zit zelf ook nog in een traject. Schiet bij alles, gewoon er eventjes bij in met alles. Wat er speelt natuurlijk, is niet zo heel erg raar. Goed, morgen is dus het laatste onderzoekje weer. En dan wachten tot de uitslagen. Maar goed, ik ga er gewoon vanuit dat het allemaal prima is. Want ik heb verder ook geen klachten of iets dergelijks op mijn litteken na. Dat is nu 15 juni vorig jaar ben ik geopereerd. Dus 15 juni was precies een jaar geleden. Maar mijn litteken blijft nog steeds gewoon vervelend met vlagen. Af en toe een trekkend gevoel. Af en toe gewoon steken er ook in. Vorige week hebben we natuurlijk een heel stuk gefietst. Had ik op een gegeven moment ook een momentje dat ik echt dacht, oh, dit gaat echt niet lekker. Dat voelde gewoon echt niet fijn. Maar goed, ja, ze hebben er gewoon natuurlijk enorm zitten rommelen. Daarna heb ik gewoon ook echt een toename van gewicht gekregen waar u tegen zegt. Ook daar is wat vet bij gekomen. Dus dat trekt ook gewoon echt allemaal enorm aan het litteken. Dus ja, dat hoort er allemaal bij. En ik heb ook echt zoiets van, joh, weet je, als dat het enige is, boeien. Ik ben er nog. En ik heb voor de rest geen klachten erover. Dus dan heb ik zoiets van, joh, neem ik dat gewoon op de koop toe. Dus, dat voor morgen. Vandaag was het ook nog op zich lekker weer. Stond wel een hele frisse wind. Maar op zich was het prima te doen. Mijn moeder had ook echt nog eventjes de zin om eventjes naar de kermis te gaan. Het was vandaag de laatste dag van de kermis. Dus wat is iets van, joh, weet je, je voelt je goed nu. Het gaat goed. Laat het gewoon doen. Nu kunnen we het nog lekker meepakken. Laatste dag van de kermis, laatste keer kermis. Dus dat hebben we gedaan, dat ging goed. Ze heeft ook goed weten vol te houden. Daarna was ze natuurlijk wel back en back af. Maar goed. De bedoeling is gewoon mooie herinneringen maken. Leuke dingen doen. En dat hebben we dus op deze manier ook weer gedaan. Dus die hebben we mooi weer in de pocket. Morgen staat er weer eventjes een evaluatiegesprek gepland ook. Dus ja, gaan we alles weer eventjes doornemen. Verder vanavond hier thuis. Hoop frustratie achter de rug. Dat heeft te maken met een ander project waar ik mee bezig was. Wat falikant mislukte. Dus dat was echt een hele hoop frustratie. Dat ik echt dacht van,
Goed, het hoort er ook bij. Dat is ook onderdeel van creatief bezig zijn. Sommige dingen lukken niet. En dat moet je ook gewoon accepteren. En dat is ook een onderdeel van het creatief bezig zijn. Van dingen ontwerpen, van dingen creëren. Soms wil het wel, soms wil het niet. En vandaag wou het dus gewoon echt totaal niet. Dus, nadat ik echt letterlijk en figuurlijk afgekoeld was, want het zweet droop echt aan alle kanten van me af. Het was net alsof ik onder de douche was geweest, zo nat van het zweet was ik op een gegeven moment. Nadat ik helemaal afgekoeld was, ben ik lekker gaan haken aan mijn kamaladeken. Dat ging wel erg lekker. En ik heb toen ook lekker Wie is de Mol aangezet. Want ik weet niet of de echte molloten zullen het wel weten. Maar mocht je Wie is de Mol normaal gesproken op tv volgen. En nu zoiets hebben van, Wie is de Mol? Hoe kan dat? Op NPO Start. Dan kun je het gratis kijken. De eerste twee afleveringen staan erop. En het is echt een aanrader. Het is dit keer een Wie is de Mol met onbekende Nederlanders. Die in eerste instantie dus ook gewoon echt niet wisten dat ze aan Wie is de Mol gingen meedoen. En het is echt ontzettend leuk om te kijken. Het is ook het eerste seizoen wat gemaakt is door de nieuwe regisseur. En dat merk je ook echt gelijk. Het is echt heel anders in beeld gebracht. Heel anders gefilmd. Heel anders aan elkaar gezet ook. Het is echt ontzettend leuk. Het is echt, ik kan niet zo heel veel over vertellen, want anders ga ik er een hoop van verklappen. Want ik weet ook niet of jullie het inmiddels al gekeken hebben en of jullie het nog gaan kijken. En als je dan dit gekeken hebt en je hoort het van mij dan wat er allemaal gebeurt, is het ook niet meer leuk om te kijken. Dus ik ga daar voor de rest niet heel erg over uitweiden. Maar het is echt een aanrader. Als jij een Wie is de Mol fan bent en dus ook niet weet van die online versie van de Wie is de Mol, dus met onbekende Nederlanders in Omaan. Echt een aanrader om te gaan kijken. Je kunt het gewoon echt kijken op NPO Start. Hoef je geen accountje voor te hebben of wat dan ook. Ik heb hem ook gewoon via internet opgezocht. Aangetikt en ik kon het zo gaan kijken. En er staan nu twee afleveringen op. Vrijdag komen er weer twee afleveringen bij. En volgens mij is dat zo een aantal weken. Volgens mij iets van 4 of 5 weken dat ze dat op die manier doen. Echt een aanrader. En ik moet zeggen, de manier van hoe het nu in beeld gebracht is, hoe het bewerkt is, hoe het allemaal als uitzending nu komt, vind ik echt ontzettend leuk. Eigenlijk leuker dan de reguliere Wie is de Mol. Dus ik hoop ook echt dat de regisseur het straks met de bekende Nederlanders ook op die manier gaat doen. Want het is echt ontzettend leuk om te kijken. Ik vind het echt een enorme vooruitgang. En mocht jij Wie is de Mol België gekeken hebben of de Mol België gekeken hebben, daar is het een beetje mee te vergelijken. Het is echt een beetje meer richting de Mol België aan het gaan. Ik heb ooit wel eens een paar afleveringetjes gekeken van de Mol België en dat vond ik ook echt ontzettend leuk. Maar op de een of andere manier lukte het niet om de rest te kijken. Maar echt, dat is ook al zo leuk gefilmd, zo mooi in beeld gebracht allemaal en zo. En het gebeurt dus nu ook een beetje in deze variant. Echt een aanrader. Dus, mocht je dat nog niet weten, op NPO Start. Kun je gewoon via internet zoeken. Of eventjes de NPO app downloaden. Dan kun je het dus gewoon gratis gaan kijken. Wie is de Mol? De streaming editie heet die ook. En dat is dus met onbekende Nederlanders. En dat is echt heel erg leuk. Echt een aanrader. Maar goed, ik ga jullie de kamaladeken nog eventjes laten zien. Ik had in het vorige week vlog, volgens mij, wel in beeld natuurlijk met mijn vingers, deze bolletjes gehaakt en dit omheen. En vandaag heb ik dus de vakjes zo gesloten. Dat is dus het laatste rondje wat ik net gehaakt heb. Maar echt, die rand, het is zo ontzettend leuk om te haken. Pepper vindt de deken ook helemaal geweldig. Ze gaat er gewoon weer gezellig op liggen. Hier, muts. Ja, je bent de hele avond aan het helpen ook hè, met haken. De hele tijd erbij komen, tikjes geven tegen mijn haaknaald. Ze gaat gelukkig niet met de draad aan de haal, want dat is meer rebel dat ding. Pepper die vind de deken helemaal geweldig.
Hé? Gekke muts? Jo. Een gekke mutsje. Jo. Dus ja, die Kamaladeker die gaat gewoon lekker. Ik heb nu dus net Tour 30 eraan gezet. Dat betekent dat ik nu nog 15 toeren te gaan heb. Dus dat is nog best veel. Maar goed. Ga ik eventjes terug. Dit stukje. Dat komt over ongeveer, volgens mij, 4 toeren weer terug. Dan komt het hier dus aan. Dus dan krijg je ook weer deze rand. Dus dit hele mooie reliefsteken, bolletjes gebeuren. Wordt dus mooi ingesloten door die kantrand, zeg maar. Dat is echt ontzettend leuk. En dat is gewoon ook leuk dat het ook allemaal in die blokken natuurlijk terugkomt. Die kantrand, die reliefsteken allemaal, de bolletjes. En dat is dus ook allemaal in de rand. Hier zie je ook 2 kleuren met de bolletjes. Ook in deze 2 kleuren. Je ziet er dus 2 verschillende blokken. Of tenminste hetzelfde blok, alleen andere kleursamenstelling. Andere kleurvolgorde. Maar dat komt dus ook allemaal in de rand terug. Dat is gewoon echt ontzettend leuk. Hé, Peppert? Ja, oh, niet je nagels erin, muts. Dat vind ik niet zo heel erg leuk. Nee. Neem niet je nagels erin. Ik ga er ook even afhalen, want ik ga de boel opruimen. En dan lekker mijn bedje opzoeken. Oeh, zo. Ga maar even lekker hier hangen. Dus, dat is weer voor vandaag. Ik ga lekker de spullen opruimen hier. Dan ga ik lekker mijn bedje opzoeken, want ik moet even vroeg uit. Uit 7:15 in de auto om naar het ziekenhuis te gaan voor mijn CT-scan. Dus ja, Dennis die gaat weer avonddiensten draaien. Dat zijn er natuurlijk al in het begin van de vlog. Vandaag verder niet echt heel erg bijzondere dingen meegemaakt. Zo, dus ook niet echt veel gevlogd. Of nou, eigenlijk helemaal niet gevlogd. Maar Dennis die gaat in ieder geval morgen beginnen met een rit met avonddiensten. Hij heeft er 6 komende week. Maar hoe ze verdeeld zijn, dat wist hij eventjes niet uit zijn hoofd. Dat hoor ik morgen wel. Hij moet in ieder geval het weekend ook. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik ben morgen dus nog vrij. Maar even goed, de dingen op de agenda staan dus. Komen we ook wel door. Ik ga lekker opruimen hier en lekker mijn bed opzoeken. En dan zien jullie mij later weer. Hallo, op deze inmiddels late dinsdagavond. Het is inmiddels alweer 22:30. Ook weer te laat. Ik had eigenlijk al in bed willen liggen. Maar goed, als je eenmaal bezig bent, dan vergeet je nog wel eens de tijd. Updateje. Gisteren natuurlijk voor de CT-scan naar het ziekenhuis geweest. Allemaal weer gelukt. Hij was alleen wel erg venijnig dit keer. Het infuus dat wordt geprikt voor de contrastvloeistof, die deed behoorlijk vervelend. De verpleegkundige vroeg ook of ik ga het wel. Ik zei, ja, het voelt niet helemaal lekker, maar ga maar gewoon door als de scan gemaakt kan worden. Ik bijt wel even op mijn tanden, want ik zat er nou ook niet echt op te wachten om weer een nieuw infuus te laten prikken. Het liep gewoon door, maar hij deed gewoon heel erg zeer. Vat het, de contrastvloeistof erin ging, toch helemaal schieten. Die is heel venijnig. En dat heb ik echt nog nooit eerder gehad. Dus het was een beetje vreemd, maar goed. Ik heb hem weer gehad. 12 juli dus voor de uitslagen naar de uroloog toe. Ik heb hem inmiddels ook op tafel. Die zat lekker aan de camera te snuffelen. Dus die heb ik in ieder geval weer gehad. Ik was gisteren wel de hele dag een beetje van de reuthol. Want ik echt dacht van, een beetje ook geen tijdsbesef. Dat was Pepper. Dus het was gisteren gewoon eventjes een rare, vreemde dag. Maar goed, we hebben hem weer overleefd. Vandaag weer gewerkt. Het was ook een beetje een rare, rommelige dag. Heel veel overleg gehad. Dingen besproken. Eventjes wat dingen opzetten. Dingen regelen. Voor de nieuwe collega's in de opleiding. Die in september gaan starten met de opleiding. En gezien ik dan met vakantie ben, is het wel zo netjes als je alle processen eventjes netjes afhandelt en dat ze dus gewoon echt met een frisse start gewoon op de locatie kunnen gaan starten. Dus ik moet mijn collega's wel eventjes goed achterlaten. Dus dan moet ik nog eventjes het een en ander voor opstarten ook. Maar dat gaat allemaal wel goed komen. Hoop administratie weggewerkt ook weer. Hoop administratie er weer bijgekregen ook weer. Dus
Gewoon een lekkere bedrijvige dag gehad. Ik heb hem weer overleefd. Vanavond was ook het voetbal. Ik heb er geen minuut van gezien. Sterker nog, ik heb er geen seconde van gezien. Want ik was echt alleen maar weer bezig met allerlei andere dingen. Maar ik heb wel gehoord dat ze met 3-0 gewonnen hebben. Dus dat is toppie van de Marna. Ze zitten nu in de kwartfinales. Dus top gedaan. Ik heb er niks van gezien, dus ik heb niet meegedaan in de feestvreugde. Ja, hoef ook niet altijd alles te zien. En heel eerlijk gezegd, voetbal interesseert me ook niet heel erg. Dus ja, eigenlijk niet veel gemist. Mooi dat ze gewonnen hebben. Ik meldde jullie volgens mij zondag ook dat ik een project opgestart was in mijn Valhalla. Maar dat ik dat tot grote frustratie weer beëindigd was. Nou, inmiddels vandaag toch nog eventjes rustig ernaar gekeken. Rustig opnieuw een poging gedaan. En het is gelukt. Project is klaar. Video's kan ik daarvoor gaan bewerken. Ik ben inmiddels een nieuw project opgestart. Dus dat gaat gelukkig weer goed. Ik ben heel blij. Moet ik wel het een en ander voor aanpassen in Valhalla. Blijf er lekker bezig op die manier. Maar goed, het gaat ook wel goed komen. Het is in ieder geval gelukt. Dus dat gaat binnenkort verschijnen op mijn kanaal. Jee, weer wat nieuws. Echt heel erg leuk. Verder. Eigenlijk niet zo heel veel nieuws te melden eigenlijk. Ja, het is gewoon rennen, vliegen, werken, privé natuurlijk allemaal dingetjes doen. Tussendoor probeer ik even goed ook nog tijd te vinden om eventjes creatief bezig te kunnen zijn ook. Want dat heb ik echt wel eventjes nodig ook om eventjes alles op een rijtje te krijgen ook. Om rust in mijn hoofd te krijgen. Maar het is af en toe wat lastig. Daardoor gebeurt het dus ook wel eens dat ik toch even mijn moment pak voor creatief bezig zijn voor de ontspanning. Dat het uiteindelijk dus wat later op de avond wordt. Later dan gepland naar bed ga. En dan misschien weer even een beetje moe wakker wordt 's morgens. Maar goed, weet je. Als ik dat creatieve niet ga doen, dan blijft mijn hoofd malen. Met als gevolg dat ik gewoon een slapeloze nacht ga krijgen. Dat schiet helemaal niet op. Want dan ben ik net Walking Dead. Dan zit ik wel op mijn werk, maar dan dringt er niks tot me door. Dan ben ik echt aanwezig en voor de rest helemaal niks. Dus dat schiet ook niet echt op. En daarbij, in de auto is dat ook niet heel erg veilig als je heel weinig geslapen hebt. Want ik rij over het algemeen altijd op de momenten dat het best druk is op de weg. En dat je echt goed moet gaan opletten. Want er zijn een paar ASO's op de weg. Dat is echt niet normaal. Tegenwoordig is het ook de normaalste sport om rechts in te halen. Bij mij weten was er ooit een periode geweest dat dat echt verboden was. Maar gebeurt nu gewoon standaard. Echt van die mafklappers ook, die echt slalommen door de drukte overal tussendoor vloepen. Dat je echt denkt van, waar ben je mee bezig? In de stromende regen geen lichten gebruiken. Dat ze ineens voor je staan en in vol in de ankers gaat. Dat je echt denkt van, oké, leuk, goed zichtbaar. Richtingaanwijzers die niet worden gebruikt. Echt het verkeer tegenwoordig. Drama. Op de stukken waar ik dan rij. En wat zeg ik, dan is het wel zo verstandig als je eventjes wat slaap hebt gehad. Zodat je wel vol focus achter het stuur zit. Want voor je het weet, klap je zo bij iemand in de kofferbak. Of klapt er iemand bij jou in de kofferbak. En dat lijkt me niet echt heel erg de bedoeling. Dus dan maar even creatief bezig zijn om mijn hoofd leeg te krijgen en wat later naar bed. Dan dat ik niet creatief bezig zijn, mijn bed instap en de hele nacht licht te halen. Dus ja, ook daarin moet je af en toe keuzes maken. En daarin maak ik dan de keuze die voor mij het beste is. Dat betekent iets minder slaap, maar wel een leeg hoofd. Dus dat lijkt me het meest verstandig ook. Dus ik ga er voor vandaag ook weer een eind aan haken, breien, macrameën, kantklossen, punniken, punchniedelen. Noem het allemaal maar op. En ik ga lekker mijn beetje opzoeken. En dan morgen weer te werk. Morgen over het best een rustige agenda. Ik heb er 2 afspraken volgens mij staan. Ik heb een overleg staan en nog een aftoetsmoment. En tussen die 2 dingen door ga ik gewoon weer proberen een hoop administratie weg te werken. Want dat is weer aardig opgestapeld. Dus voor de komende dagen echt overleg, administratie wegwerken, overleg, administratie wegwerken. Zo gaan we maar gewoon eventjes door. Dus dat ga ik in ieder geval morgen doen. Dus ik ga lekker een beetje opzoeken. En jullie zien me later weer. Nou, hallo weer. Ik weet me eigenlijk even niet meer te heugen wanneer ik voor het laatst gevlogd heb. Maar het is vandaag 14 juli, de zondag.
Net weer thuis van mijn boodschapjes doen. En Dan! Hallo! Ja. Hele roerige tijd achter de rug. Op de socials werd ook alweer een aantal keren gevraagd van waar is het weekvlog? Een tijdje terug zijn we natuurlijk ook eventjes van de radar verdwenen. Toen had ik nog wel een berichtje hier op YouTube gezet en op mijn Instagram account. Daarin gaven wij toen, of tenminste gaf ik aan, want het is natuurlijk uiteindelijk mijn kanaal, mijn bedrijf. Maar dan gaf ik dus aan dat we niet zo'n leuke tijd ingingen. We hebben natuurlijk later ook, dat we de draad weer oppakten, in de weekvlogs erover gehad ook. Dat het niet zo lekker ging met mijn moeder. Dat is heel zwak uitgedrukt, want die was uiteindelijk opgenomen in de hospice. En nu ben ik en ook daarbij Dennis natuurlijk ook in een en weer waren we verdwenen. Nu wel eventjes een iets kortere periode, maar evengoed waren we weer verdwenen. En dat heeft alles te maken met het feit wat we toen ook in de weekvlog zeiden. Dat als we weer van de radar verdwijnen, dan is dat waarschijnlijk ook vanwege het feit dat mijn moeder dan overleden is. En dat is dus helaas inmiddels gebeurd. We hebben een hele intense tijd doorgemaakt. En we hebben nu ook gewoon, of tenminste ik heb nu ook echt besloten om volledig van de radar af te gaan. Wat dus ook betekende dat ik gewoon op de socials ook niks deed. Ik weet nog wel, mijn laatste berichtje wat ik geplaatst had, dat was een mat met allemaal restjes schade van scheepjes Collacrafter. En daarin tekst erbij volgens mij van, ik ga weer een nieuw restjesproject starten. Waarover later meer. En volgens mij was het in die nacht of de dag daarna dat de situatie slechter begon te worden. Maar goed, ze is dus inmiddels helaas overleden. Hele intense, heftige tijd achter de rug ook. We hebben inmiddels ook echt het afscheid ook gehad. Hi. Gisteren. Ja. Dat hoofdstuk is eigenlijk nu soort van gesloten. We gaan nu in een ander hoofdstuk in. En dat is het regelen van alle dingen. Huis leeghalen. Dingen opzeggen. Die plekken zoeken voor de hond, want ook die was nog steeds in beeld. Hebben we op de socials wel een linkje gedeeld. Ik op mijn Instagram ook. Van gezocht een nieuw huisje. Maar daar komen helaas geen reacties op. Dus dat is wel een beetje balen. Dus vandaag contact gezocht met het dierenasiel. Om te kijken of ze daar eventueel geplaatst kan gaan worden. Maar ja, daar zitten we dus nu allemaal mee. Al die vreselijke regeldingen allemaal. Huis leeghalen, huur opzeggen, andere dingen allemaal opzeggen. Het is echt al het andere geregel allemaal. Maar het ding waar ik het meeste tegen op zag, dat hebben we inmiddels dus achter de rug. En dat is de uitvaart. Nou, we horen ook heel veel terug van dat het allemaal heel mooi geweest is ook en zo. Dus dat is wel echt heel erg fijn om terug te horen. We hebben gewoon uiteindelijk op een hele mooie manier afscheid kunnen nemen. Mogen nemen ook. Maar goed, dat is dus de reden waarom ik en dus ook Dan eventjes tijdelijk van de radar af waren. Omdat dat dus zich dus toch nog sneller dan verwacht ging afspelen. En ik had ook echt zoiets van, nee, nu is het gewoon echt eventjes helemaal stil. We gaan ons volledig hierop focussen. Dat kan je maar één keer doen en dat moet je dan ook goed doen. Dat hebben we gedaan. Dus dat betreft allemaal achter de rug. Moet allemaal een plekje gaan krijgen ook. Ja. Heb er vrede mee. Dat is het belangrijkste. Ze heeft rust. Ze hoeft niet meer te vechten. Dat is het belangrijkste. Ja, het leven gaat voor ons wat dat betreft gewoon weer door. Dus ik had vandaag ook echt zoiets van, ja, we gaan gewoon weer
frisse moed aan de bak. Ja, pak ervoor. Nou, kijk, de komende maand is gewoon nog druk. Dus, maar zodra het kan en tijd en gelegenheid, dan pakken we gewoon weer bij. Dus weer aan de bak. De avonden willen we wel gewoon vrij houden. Overdag zullen we best wel veel aan de gang zijn. Eigenlijk moeten we komende week gewoon weer starten met werken ook. Dennis hoeft donderdag pas weer. Ik moet in principe dinsdag weer gaan starten. Maar ja, gezien er nog zoveel geregeld moet gaan worden, ga ik deze week vrij nemen ook. Ik heb niks in mijn agenda staan, dus die mogelijkheid is er ook gewoon. Het moet gewoon allemaal eventjes gebeuren ook. Want als alle grote regeldingen zijn gebeurd, dan kan ik daarna gewoon mijn werk weer op gaan pakken ook. En dat dan op een andere manier allemaal gaan regelen zo. Maar het moet gewoon eventjes gebeuren nu. Dus dat. Niet zo leuk nieuws. Nee, het zat eraan te komen. We wisten dat het ging gebeuren. Ja. Maar uiteindelijk, als het gebeurt, is het toch weer. Is het gewoon kwalitatief uitermate teleurstellend. Ja. En dat is nog heel zwak uitgedrukt. Maar goed. Ja. Ik hou me er gewoon aan vast. Ze heeft gestreden voor wat ze waard was. Wat ze kon, heeft ze gedaan. En ze heeft nu gewoon lekker de rust. Tot op het allerlaatste moment gewoon lekker de eigen regie weten te houden ook. En dat is gewoon het belangrijkste. Ze heeft gewoon rust. En we hebben de afspraak gewoon gemaakt ook. Van ze komt ook gewoon lekker spoken hier. Dus is ook gewoon wat gaat gebeuren. Weet ik 100% zeker. Maar, nou, maar wel een beetje. We gaan gewoon weer door. Bij jou dan? Bij jou komt ze ook spoken. Gewoon leuk. Niet één. Oh, wel gewoon leuk. Niet, kijk maar dat ze gewoon in één keer. Oh, dat je wakker wordt met een. Met, ja, dat ze s'nachts dat je haar gaat knippen. Oh, dat mag wel. Nee, dat ben jij dan hoogstwaarschijnlijk. Dus daar ga ik niet haar van verdenken dan. Maar goed, mijn moeder had het ook gewild. Dus we gaan, voor zover het lukt, voor zover we dingen hebben, gaan we weer gewoon lekker de draad oppakken ook. Rustig gaan opstarten. Precies. In het, we gaan het gewoon weer positief doen. We hebben gewoon een nare tijd achter de rug. De boek, dat sluiten we nu. We gaan weer gewoon positief de wereld in. Positief alles oppakken. De plannetjes die ik had. Lekker oppakken ook. Video's weer maken. Ja, gaan ik weer al langzamerhand beginnen met de karsjes. Kaarsen maken. Ja, want je hebt nog een grote bestelling die je af moet ronden. Dus kun je weer lekker mee aan de gang gaan. Andere bestellingjes heb je misschien nog. Dus we gaan wat dat betreft weer het normale leven oppakken. Voor zover je ons over normaal kan spreken. Voor de kerst al. Één nieuwe mal, maar ik heb er gelijk twee gekocht. En die is leuk. Die heb jij gezien, hè? Ik vind hem echt leuk. Maar ik heb hem nog niet geprobeerd. Dus ik weet niet hoe je uit de mal komt. Maar, en dan denk je, kerst, hallo, de zomer moet nog beginnen. Maar ja, toch. Adventkalenders en dat soort dingen beginnen nu ook allemaal weer te komen. Waaronder dus die bijvoorbeeld van Karel's Atelier zag ik inderdaad ook al. Ik heb me er niet heel erg mee bezig gehouden, omdat mijn hoofd natuurlijk op andere dingen stond. Maar ik zag me in ieder geval voorbij komen. Dus dat de voorverkoop voor de adventkalender van Karel's Atelier weer gestart is. Echt, ja, dat is echt voorverkoop dan. Ja, maar in februari, maart normaal gesproken gaan ook altijd al de adventkalenders met handgeverfd garen in de voorverkoop. Hmm. Om het verven altijd. Nou, allerlei andere nog. Maar ik heb hem dit jaar aangeschaft van een meet bij Lisetje. Ook gewoon weer eventjes bij iemand anders kijken wat voor leuke adventkalender die gaat creëren. Ook weer met kleine stringetjes handgeverfde wol. Dus dat gaat in ieder geval ook weer beginnen. Maar daar gaan wij ons nog niet echt heel erg mee bezighouden ook. Maar het is meer ook, kijk, het is wel zo. Vorig jaar heb ik dat voor het eerst gedaan. Nou, zo lang ben ik natuurlijk nog niet bezig met die kaars maken. Maar toen had ik op een gegeven moment moest ik toch wat doorgaan werken om gewoon wat kleuren op voorraad te tijdsdruk. En uiteindelijk moet ik gewoon nu wat eerder beginnen. Ja. Om gewoon een aantal voorraad te hebben. Ja, kijk, en ik heb nog steeds niet heel veel. Maar dan moet je gewoon wat vroeger gaan beginnen. En opslagjes tenminste. En opslaan. En dan hoor, het is. Maar ik heb echt al wel. Ook al wel een verzoek gehad voor. Krijg je nog een nieuwe kerstmal? En dat soort dingen. Ja. Ja, maar je hebt sowieso je grote order nog openstaan. Je hebt nog een andere grote order openstaan. Daar had je wat op voorraad, maar die ben je inmiddels weer helemaal kwijt. Ja. Dus dan moet je ook weer mee aan de gang gaan. Dus wij gaan wat dat betreft gewoon weer langzaam opstarten. Kijk, ik reken eigenlijk een beetje
Voor mezelf dan, want jij begint nu met de weekvlog voor de kaarsen. Omdat we gaan weer door. Want ik heb hiervoor ook allerlei dingen natuurlijk nog gefilmd. Daar gaan we nu gewoon op door. Oh, maar het is nu... De komende week gaan we... Ik moet gewoon even kijken hoe het gaat lopen. Maar we gaan in ieder geval weer van alles opstarten. Ja. Ik reken voor mezelf voor de kaars voor eind deze maand. Dat dan de maand augustus gewoon helemaal kan... tenminste, naast het werk gewoon. Maar dan weer... en... Even kijken, wanneer loopt deze... Geen idee. Misschien dat ik hem zelfs vanavond al ga bewerken en ga uploaden. Dat we gewoon vanavond ook gelijk weer de nieuwe gaan starten. Dat dit ook... nog met Ik heb geen idee wat ik hiervoor allemaal gevlogd heb. Dus dat ga ik wel zien tijdens het bewerken ook. Nou ja, in ieder geval, dat zal dan of in deze weekvlog of de volgende weekvlog de poesjes moeten naar de dierarts. Ja, kiphok gaat eruit. Ja, het is nu ook weer... Nou, dat hebben jullie net op de achtergrond horen schreeuwen. Het is echt één drama. Peppa krijgt echt de hele buurt bij elkaar. Die gaat gewoon... Echt door alle geluidsbarrières heen, zo ongeveer. En ze ontsnapt. Nou zit ze lekker te chillen op tafel. Kijk, op je... Ja, op mijn deken. Op je deken. Maar, en ze plassen af en toe in huis. Nou, dat is ook heel vervelend. Gewoon op het moment dat ze krols zijn. Eerder een afspraak willen maken. Dat moet gewoon gaan gebeuren. Plus erbij, er is een hele vervelende kater hier op de buurt. Die de hele buurt bij elkaar krijgt. Ze zijn naar elkaar aan het roepen. Ja, dus voor de buurt. De meiden gaan in ieder geval de 22e. 22 het kiphok eruit. Ja, gaan ze... Volgende week maandag. Naar de dierarts, ja. Dus dat nou, ik vind het wel spannend. Natuurlijk. Want het is toch een... Het is, weet je, ze doen het natuurlijk heel vaak, maar het blijft een ingreep en een narcose. Ja. En heelt het allemaal netjes. Ik vind het wel een beetje spannend. Het is gewoon een operatie. Ja. En dan twee tegelijk ook nog, want ze doen ze gelijk allebei. Ja, gewoon allebei tegelijk. Ja. Goed, komt ook wel weer goed. Jawel. Maar dan is het, weet je, het is voor hun ook niet leuk. Want ze zijn best vaak achter elkaar ook. Heel snel achter elkaar. Ja, en daarbij Rebel, die begint dan ook minder te eten. Nou, dat is natuurlijk al niet een hele grote kat. En als ze dan ook nog eens een keertje minder gaat eten, wordt het helemaal zo'n kriokippie. Dus ja, kiphok op slot. En dan hopen... Zal ik vragen of ik helemaal zo in operatie en dan met die vlogcamera... Nee, gaan we niet doen. Nee, maar goed, dat is wij gaan in ieder geval dus weer de draad oppakken. Want ja, ons leven gaat gewoon weer door. Hoe hard het af en toe ook is. Maar ja, het hoort ook bij het leven. Hele intensiteit achter de rug. Dat we nog even een plekje krijgen ook. Er zullen vast en zeker nog momenten zijn dat je echt denkt van... Het kan me allemaal even gestolen worden. Maar ja, dat laten we ook gewoon lekker toe. Het is allemaal nog heel erg vers. Maar ja, mijn moeder had het ook gewoon gewild. Dat wij gewoon weer de draad opgepakt hadden. En gewoon weer ons ding gingen doen ook. En... we hebben in ieder geval echt eventjes ons moment van rouw gepakt. Dat zei ik tegen jou ook. Van we doen gewoon echt helemaal niks qua filmen. Echt helemaal geen camera aangeraakt ook. Helemaal waar, want ik ben nog met mijn project boven bezig. Daar heb ik wel een klein beetje gefilmd nog. Maar dan heb ik gewoon op het werk gezet en niet veel gezegd of wat dan ook. Maar goed, we gaan in ieder geval dus de draad weer oppakken. We gaan gewoon weer aan de bak. Er gaan uiteindelijk ook weer andere video's komen. Ik ga ook de draad weer oppakken met het filmen van tutorials van patronen van Daredry. Want ook die heb ik natuurlijk nog steeds, die toestemming. Dus dat ga ik oppakken. Het vertalen van de patroontjes ga ik oppakken en dat soort dingen. Dus gek huis! De motor gaat gewoon weer draaien. Hij heeft eventjes een tijdje stilgestaan. De motor weer gestart. En langzaamaan gaan we weer rijden. Gaan we het gewoon allemaal weer opstarten. Dennis die is al langere tijd eigenlijk een beetje uit de running door zijn kaars echt helemaal on hold te zetten. Ik heb natuurlijk tussendoor nog even goed wel wat video's gemaakt, gevlogd en dat soort dingen. Maar het is wat het is. Wij gaan gewoon de draad weer oppakken. Kom ik even op het volgende puntje. Want ik weet dat velen van jullie dan ook gelijk zoiets hebben van mogen we jullie even een kaartje sturen... Uiteraard mag dat, maar ik heb eigenlijk een klein verzoekje daarin. Ik weet dat jullie ontzettend met ons meeleven en de kaartjes doen ons ook echt ontzettend goed. Het is echt altijd hartstikke lief als jullie dat willen doen. Waarderen we ook enorm. Maar ik heb een verzoekje aan jullie. Want kaartje kopen, postzegeltje, dat soort dingetjes, dat kost natuurlijk geld. Mijn verzoek is om dat geld gewoon bijvoorbeeld even apart te gaan zetten. Want ik ben van plan, alleen misschien, of misschien gaat Dennis uiteindelijk ook nog wel mee. Ik heb niet de verwachting dat hij het gaat doen, maar wie weet.
Ik heb het plan om volgend jaar de Vierdaagse van Alkmaar te gaan lopen. En die komt steeds meer in de richting ook als zijnde van de Nijmeegse Vierdaagse, hoe dat ook vormgegeven wordt. Maar die wil ik in ieder geval volgend jaar gaan lopen. 15 kilometer ben ik van plan om te gaan doen. En dan wil ik mij gaan laten sponsoren, zeg maar. En dan de opbrengst daarvan naar de hospice laten gaan. Want die hebben ons echt een hele mooie tijd gegeven. Voor mijn moeder ook. En het ja, lijkt me gewoon heel erg mooi om op die manier iets terug te kunnen gaan geven aan hun ook. Dus mijn vraag. Bewaar jullie bedragje ervoor. Voor volgend jaar, als ik dus de Vierdaagse ga lopen, als zijn sponsorloop en doneer dan. Want daar maken jullie mij uiteindelijk vele malen happier mee. Want dan wordt het bedrag ook echt besteed aan iets wat ja, goed gebruikt gaat worden. Oh, kijk, kaartjes vinden we ontzettend lief. Ik kijk nu ook momenteel naar de schouder. Er staan echt heel veel kaarten op, ook van familie, collega's, vrienden die dat allemaal naar ons gestuurd hebben. Maar ja, uiteindelijk... Vaak belandt het dan weer bij het oude papier. In dit geval gaat het in een herdenkingsbak voor mij. Maar ja, je doet er niet echt heel veel meer mee. En dan heb ik echt zoiets van, ja, dan is het voor mijn gevoel fijner als dat geld dan besteed kan worden aan iets wat wel fijn besteed kan gaan worden ook. En ik vind het hospice daarin gewoon echt een heel mooi doel. Dus dat eventjes als klein verzoekje naar jullie toe. Dat zouden wij echt heel fijn vinden. Toch? Een jaar van tevoren. Een ruim op tijd verzoek. Ja. Precies, ja. Maar dan weten we in ieder geval dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Dat ik dat wil gaan doen. Laat gewoon een reactie, een steunbetuiging achter onder deze video. Die lezen we ook. Ik geef altijd duimpjes omhoog. Dat heeft net zoveel betekenis voor ons als een fysiek kaartje. Dus doe dat gewoon lekker. Dan kunnen we dat eventueel ook later nog teruglezen. Dat is voor ons net zo waardevol. Dus doe dat gewoon lekker. Dat vinden we... Net zo lief. Want we weten gewoon dat jullie al een hele leven ook ons. De vorige was ook al heel... Ja, dat we toen ook inderdaad vertelden waarom we er even uit waren. Kwam achter heel veel op ook. Echt, ja, dat waarderen we gewoon echt enorm. Dus doe dat gewoon ook op deze manier eventjes. Laat gewoon gezellig een reactie achter. En dan volgend jaar hopelijk jullie steun er ook bij voor mijn sponsorloop. Ik kan toch aan de weg gaan staan met een spons, zo ja, in je nek en zoiets. Allemaal ja, en je dus. Aanmoedigen. Woe, maak maar 15, ja. Kijk, 10 keer. Ik heb vroeger, dat is vroeger, wie heeft dat niet gedaan? De avondvierdaagse. Met school, ja. En dat is 10 kilometer. En dit is 15 kilometer, weet je, het is natuurlijk te doen. Yo, als ik eens een keer een wandeling hier door het dorp heen doe, dan zit ik ook zo op 10 kilometer. Dat is prima te doen, joh. Met 2,5 uur heb je dat gelopen. Oh! En dan heb je gewoon de hele dag de tijd, hè. Kun je gewoon lekker je pauze pakken, een de hele dag eten, de tijd. Even drinken en dat soort oh, dingen. Oh ja, is het ja, zoveel je hebt een starttijd uren? En je hebt een eindtijd. Oh, dus je kan gewoon dus morgens... Dus het is niet aan tijd vastgebonden wat dan ook. Dus het is prima te doen. Dat het scheelt is 15 kilometer per dag. 15, ja, maar dat is wel veel. Dat zijn mijn voetjes helemaal niet gewend. Ik heb wel genoeg eelt. Gewoon trainen. Ja. Dus, wie weet. Nou ja, ik heb een jaar om over te denken. Ja. We gaan weer leuke dingen doen. En dat is dus onder andere eventjes jullie mijn voortgang laten zien van de Kamala deken. Want dat was gewoon voor mij ook een heerlijke uitlaatklep in de afgelopen hectische periode. En ik heb er ook best weer wat aan weten te haken. Ook daarin geen idee wat ik jullie als laatste gezien heb. Maar in ieder geval het randje met kantwerk, dat zit er aan. Kijk, hier is die. We hebben hem natuurlijk al vaker gezien. Die je tape drijft, hoe krijg je die onder water? Kopje met water erop zetten. Kopje met gewoon een schoon. Ja, dat is iets zwaars. Theebeker dan, want die zijn wat hittebestendiger. Kijk, die heb ik er dus vandaag aangezet. De afgelopen dagen. Ik heb hem vandaag dan afgerond. Dus weer een nieuwe kantrand. Hier zat hij ook al, maar hij komt natuurlijk ook terug in de vierkanten. Dus dat zit er nu inmiddels aan. De deken blijft daardoor ook nog steeds lekker groeien. Maar ja, daar komt in ieder geval het eind mee in zicht. En dan laat ik jullie ook nog eventjes een breiprojectje zien. Dan gaan we weer even hier aan tafel zitten, want anders heb ik achter een beetje te veel tegenlicht. Dan is het weer één groot donker zwart vlak. Kijken of jullie blijven staan. Ja. Breiprojectje. En die bewaar ik gezellig
in mijn projecttas van Studio Binnengoed. Dat was toen een van haar allereerste modelletjes. Hele fijne tasjes. En ik heb inmiddels alweer een nieuwe bestelling geplaatst bij Petra van Studio Binnengoed. Want die had zulke leuke stofjes die voorbij kwamen dat ik echt dacht van ja, die moet ik hebben. Die moet ik bestellen. Dus dat heb ik gedaan. Die komen binnenkort ook, want die moesten nog helemaal gaan maken. Maar ik zou ook al tegen haar niet haasten. Gewoon lekker je tijd nemen. Ik zie ze vanzelf wel verschijnen. Maar echt, dat worden weer plaatjes. Maar ik was dus ook nog met een breiprojectje bezig. Als ik me gewoon niet kon focussen op mijn haakwerk. Dan had ik echt zoiets van, joh, weet je, dan ga ik gewoon lekker mijn verstand op nul. En ga met die banaanproject pakken. En dat is een sjaal van Steven West. Dus zo even het patroontje laten zien, maar... Dit heb ik inmiddels. En het leuke is, uiteindelijk blijven deze allemaal op de kabel staan. Dan gaan we puntjes er vanaf en dan ga ik een nieuw deel van de sjaal starten. Want je moet hem zo zien. Dus hij gaat zo in een diagonaal. Dan ben je dus strepen aan het breien. En ik vind het ook weer heel grappig om op te zien dat op het schermpje van mijn camera... de strepen veel duidelijker te zien zijn dan als ik hier naar de strepen kijk. Daar blijf ik me altijd over verbaasd, een wonderbaarlijk iets. Maar dit stukje, dat moet op rijden. Dat worden dus nog strepen. Totdat het dus gewoon echt een puntje bovenin geworden is. Dan is dit deel klaar. En dan moest ik volgens mij aan deze kant steek ophalen en het volgende patroondeel gaan breien. En dat brei ik dan met deze twee. Handgeverfd sokkengaren van Wol met verven. En ik heb dan nog een derde. Dat is een heerlijke donkere contrast. Want je moest hem met drie verschillende moest je hem breien. Kijk, en het is dan van Wol met verf. Dan heb ik... Volgens mij iets van 2 jaar lang heb ik daar de clubs van gehad. Dus ik heb echt een lading sokkengaarden. Daar zeg je u tegen. Dus ik had zoiets van, we gaan lekker daar een simpel sjaaltje van breien van Steven West. En dit is de... Hoe heet die? Stripometry sjaal. Kijk, hier heb ik op de achterkant. Een sjaaltje is het dus. Ik ben dus nu met dit deel bezig. Dan komt dit deel erop. Hier nog een deel bovenop zitten. En dan komt als laatste daar een punt aan. Maar zat hij zo in elkaar? Ja. Echt heerlijk gedachteloos breiwerkje om te doen. Dus... Die twee projecten wissel ik lekker met elkaar af. Nou ja, een ander leuk ding wat ik nog meegemaakt heb in de afgelopen week. Dat was afgelopen donderdag. Ben ik naar de arena geweest. De Johan Cruijff Arena. Naar het concert van Pink. Echt, het was weer fantastisch. Echt, dat is een showvrouw waar je u tegen zegt. Ook dit keer vloog ze weer door de hele arena heen. Aan koortjes en weet ik wat allemaal. Het is echt weer een... fantastisch concert was het. Echt weer heerlijk van genoten samen met een vriendin van mij, van ons. Dus het was ook wel eventjes een lekker uitje wat dat betreft. Maar het was een topconcert. Jullie hadden een goede plek. Zeker. Maar het was... Afloop was een drama. Het was een beetje een drama, want jullie waren bijna een soort van gegijzeld in die parkeergarage. Ja. We hebben er denk ik volgens mij wel 1,5 uur in gestaan voordat we eindelijk eens een keer de parkeergarage uitkwamen. Ik lag in bed, ik kreeg een fotootje en even daarna weer, nou ja, er zat heel lang tussen, maar ze waren geen centimeter opgeschoten. Dus die hele parkeergarage. Het leek dus een ongeluk te zijn gebeurd met treinen, waardoor er geen treinen reden, waardoor het dus één grote chaos was rondom de arena. Een heleboel was vastgezet met taxichauffeurs en daardoor kon die parkeergarage... Ja, die hadden gewoon die hele parkeergarage geblokkeerd, die mafklappers. Echt, maar goed. Was in ieder geval heerlijk. Was echt weer geweldig. Het was ook eventjes lekker om er even uit te wezen op die manier. Was gewoon heerlijk. En
ander goed nieuwtje wat ik afgelopen vrijdag gekregen heb. Want ja, bij mij gaat dat ook nog steeds door. Ik zit zelf ook natuurlijk nog steeds in een vervelend natraject. Naar aanleiding van vorig jaar. Maar ik had mijn eerste jaarlijkse controlemoment weer. En die was hartstikke goed. CT-scan was niks op te zien. Bloeduitslagen waren perfect. Echt, de tumormarkers waren gewoon nergens meer te ontdekken. Dus echt weer een hele goede uitslag gehad. Ik hoef in december pas weer terug te komen. Dus 6 maanden hebben we weer. Ja. December, is dat dan al 6 maanden? Ja, de 6 maanden. Ja, zo'n beetje. Ja, december voor een nieuwe. Ja, krappe 6 maanden. Ja, het is natuurlijk wel hartstikke goed dat ze het doen, maar het is toch wel een beetje spannend. Maar het is alweer fijn dat je dan te horen krijgt en dat je het ook ziet. Dat je het ook even echt laat zien van... Ja, ik heb mijn telefoontje nog echt heel goed herinneren van dat het ziekenhuis me toen belde. Afdeling urologie, dat ik echt over... Was de dag dat mijn moeder opgenomen werd in de hospice, dat ze me belde. Dat ik echt iets van, mam, je bent toch niet bij de urologie? Ja, we bellen voor u. Oh ja, ja, ik zit zelf ook nog in een traject. Dus ja, het was gewoon eventjes een rare achtbaanrit de afgelopen weken, maar goed. Ja, want ook zo'n datum als dit, weet je wel, dan... Ze was natuurlijk al overleden en je bent alles aan het regelen, maar ondertussen moet je ook gewoon voor een afspraak om te kijken of het met jou nog wel weer... Dat is dubbel spannend. En dat, je kan wel zeggen van stel het uit, maar nee, want dat moet. Het moet. Het moet. Stel, het is wel foute boel. Precies. Dat wil je niet hebben. Ja, niet... Dus, maar dat... Maar dat is in ieder geval goed. Dus dat geeft weer een hele hoop rust. Hier, die plek in mijn nek is inmiddels ook weer helemaal genezen. Ja. Van de ellende af ook. Want dit heb ik natuurlijk in het begin van dit jaar een vreselijke ontsteking gehad. Het bleek dus een kieste te zijn. Ook een heerlijk traject, maar goed. We gaan nu voor... De leuke dingen allemaal. Zeg, lekker weer haakwerkje laten zien, breiwerkje laten zien. We beginnen met... Dennis gaat weer lekker aan de kaasenmakerij, dus die gaan jullie ook lekker weer in de weekvlog zien. Nee, nu op dit moment zijn de leuke dingen lumpia's, saté en gebakken banaan. Heerlijk. En een restantje bami en nasi van gisteren. Ja, van gisteren. We hebben dat gisteren allemaal lekker besteld. Uitgebreid Chinees getafeld met de familie, dus dat was ook wel erg lekker. Dus we binnen er weer. Ik ga jullie ook nog wel eventjes wat beelden laten zien van Pink. Het is wel zonder geluid. Ik zet er wel even een ander muziekje onder, want het muziek van Pink mag ik natuurlijk niet gebruiken. Ik vind Pink niet leuk. Copyright bescherming. Als ik dat wel ga doen, dan is het gelijk blokkade op de video. Dus ik laat jullie daar even wat beelden van zien nog. En dan ga ik straks het weekvlog, dit weekvlog, gewoon bewerken ook. Ik heb zoiets van... Ik zit op het schermpje te kijken. We zitten al bijna weer een half uur met die camera voor onze snuffel. Ja, je hebt wel ondertussen ook alweer genoeg materiaal toch voor een weekvlog. Ja, dus we gaan er gewoon... Of tenminste we. Ik ga straks gewoon dit vlog bewerken en uploaden. Kunnen jullie dat in ieder geval lekker kijken? We hebben hem in ieder geval wel lekker bekeken. Ja. En dan ga ik gewoon, denk ik misschien vanavond of zo... Een nieuwe opstarten. Ik ben eigenlijk van plan om vanavond even lekker een wandeling te gaan maken. Ga je mee? Rondje Geesmerambacht. Kunnen we dat ook eens een keertje weer lopen? Ik wil wel fietsen. Ook goed. Het is nu 6 uur. Dan kunnen we... We hebben nu een standaardje op de fiets. Dus dan kunnen we met de telefoon filmen. Ja, dat klopt. Ja. Dat vind ik... want het is toch wel 10 kilometer, 5 weken. En het is mooi weer. En dan ga ik liever fietsen. Nou, dat doen. Maar dan moeten we nu wel gaan eten. Ja. Oh, het is pas 6 uur. Tijd zat. Ja, maar om 7 uur... een beetje daglicht nog hebben. Dus... Oeh, bij deze. We gaan op de wij gaan dit weekvlog sluiten. We gaan op de bicicletta. Dat is Frans. Ja, bicycle. Een beetje Frans is het. Bicycle. Bicicletta. Dat klinkt leuker. Eigenlijk is het gay cycle, hè? Niet een bicycle, maar een gay cycle. Een gay cycle. Oh. En niet bicycle. We zijn niet bi. Nee, we zijn niet. Maar goed. We zijn er weer. Jullie werken het. Ik ga in ieder geval dit weekvlog dan bij deze gewoon sluiten. En jullie heel erg bedanken voor alles. Ook alvast bedankt voor alle reacties die gaan komen. Want ik weet dat er heel veel gaan komen. Dus dank jullie wel er alvast voor. Dank ook voor jullie geduld. Het was in ene weer poef weg. En jullie hoorden niks van ons. Maar de reden weten jullie nu. We gaan gewoon in het volgende weekvlog weer lekker positief. We gaan gewoon lekker de draad weer oppakken. We gaan jullie gewoon weer lekker in alles meenemen. We gaan dus het weekvlog starten lekker met onze fietstocht over Geesmerambacht. Dat heb ik ook al een aantal keren vermeld dit jaar, dat we daar ook nog wel eens een keertje heen zouden gaan. Dus dat gaan we dan ook straks lekker doen. We gaan eerst lekker veel happy eten. In de tussentijd ga ik gewoon dit vlog bewerken. Dus voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken.
geen idee wat er allemaal in bod gekomen is. Maar dat hebben jullie dus inmiddels allemaal wel gezien. Laat gewoon gezellig een reactie achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want er gaat gewoon weer een hoop aankomen. Ik ga de tutorials weer oppakken. Vlogjes gaan weer komen. Tips, trucs, nou ja, eigenlijk alles ze gaat weten komen. Het allemaal wel. Verre vlogs gaan je er ook komen. Je hebt het al gezegd net. Gewoon tingelingelingeling. Ja, dat krijg je dus. Dan, als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan op het belletje. Dan is het dus in de dan krijg je tingeling. En tuimpie. Dan gaan we nu eten. Ja, en dan zien we elkaar volgende week in het nieuwe weekvlog. Dennis breekt bijna snack over Rebel. Ja. Het is echt tijd om te sluiten. Zeg maar, dag Rebel. Kijk, dan gaat ze zo planken. Zo, en dan, tegen, en dan zo, en gaat ze ineens naast je voeten. Ja. Rebel onze planking pussy. Naast je voeten gaat ze dan ineens. Dag. Bye. Bye. Tot volgende week. Doei. Bye.